takeaway? Ja, ik denk. Ik zal jullie een lang marketingpraatje besparen, maar kijk, Gerald en ik waren denk ik een paar weken hier beneden een bier gaan drinken. En toen waren ons eigenlijk allebei een beetje aan het beklagen over het feit dat je als .NET developer, als je naar Mieden wilde, dat je dan minstens 100 kilometer moest rijden. Dus toen dachten we, dat willen we niet meer! Dat willen we niet meer, dat is slecht voor milieu. Oh ja, dat was beter. We beginnen van onze eigen meetup. Dus hier zijn we. Ik vind het echt super tof dat jullie hier zijn. Ik zal het niet te lang houden. Wij als Dotcontrol sponsoren. Alles marketingpraatje. Top check. Nee, dat kan niet. Dat zou ook niet leuk. Even kijken. Jeff begint met zijn sessie over Procurement Forms Essentials. De appetizer van vandaag. De appetizer. Nice. En daarna hebben we een korte break, een kwartiertje. De toilet zijn beneden. Het was de bedoeling om dan beneden een biertje te bestellen, maar we zitten eigenlijk al de hele avond hier, dus die komen gewoon hier naartoe. Daarna hebben we Fani, helemaal uit Zuid-Afrika, speciaal voor onze eerste meet. Dankjewel. Ik was zeer vereerd. En ik hoop dat jullie allemaal je menuvoorkeur hebben doorgegeven. Hidden gems van ASP.NET Core voor je volgende web API project. En dan, dat was eigenlijk het officiële programma. Daarna was het de bedoeling om naar beneden te gaan om een drankje te doen. En dan wat nerdy te doen. Of gewoon door te gaan doen. Dat was eigenlijk het plan voor vandaag. Ja, dus, Jel, succes. Take it away. Dank je. Dank je wel. Zoals duidelijk mogen zijn, mijn naam is Jan Sluis. En ik schijn een boel te weten over Xamarin. En met name gaan we het vanavond hebben over een stukje Xamarin Forms. Hebben er al mensen gewerkt met Xamarin? Überhaupt? Oei. Oké. <Okay. laughs> Xamarin Forms dan nog? Iemand? Nee, minder. Ook een heleboel. Nou jeetje, dan gelukkig heb ik een stukje wat meer geavanceerde topics. Maar als je al wat meer Xamarin Forms hebt gebruikt, weet ik niet of dat ook heel geavanceerd is. Maar we gaan het zien. Dus wat heb ik jullie voor vandaag? Nou, dit is een beetje hoog over. Eerst even een stukje introductie van Xamarin in zijn algemeenheid, maar die zullen jullie allemaal kennen, dus daar ga ik gewoon heel snel overheen. Xamarin Forms, om te weten wat Xamarin Forms dan precies oplost en doet, is het wel handig om even te weten wat het stukje normale Xamarin doet. Wat zit er allemaal bij Xamarin Forms en een stukje geavanceerde stuff? Wie ben ik dan? Deze mooie manier op de slide. Will you have a break soon? Because I need to make quite a lot of noise. We actually just started. Oh, okay. Is it okay if I make noise for 5 minutes? Yeah, go ahead, we'll see. We'll manage. Goed, ik ben Sluis. Zoals je misschien hoort, kom ik niet uit deze kant rijden. Voor mijn vriendin ben ik deze kant op. Ik heb een bedrijf genaamd Voordelnet. Namelijk in Meppel, Drenthe, mocht iemand het wat zeggen. En daar werk ik als consultant. En omdat ik aan deze kant van het land woon, werk ik wel in Maastricht. Dus dat is ideaal. Mochten jullie met me in contact willen komen, dan mag dat altijd voor alle handen dingen. Daar staan een aantal mogelijkheden. Over het algemeen mijn Twitter-handle, dat is mijn gebruikersnaam eigenlijk bijna overal. Dus als je me zoekt, dan kun je me daar vinden. Ik krijg van mensen onderaan klachten dat als ze op Xamarin niet zoeken, dat ik meestal sorry Alvast, ik ben zelf trouwens, dat zou heel genoeg grappig, dan zoek ik om een probleem en dan kom ik op een post waar ik zelf op moet. Goed, ik kom niet heel slim over. Ik ben ooit begonnen met een stukje ontwikkeling eigenlijk. Nog op Windows Phone, dat is tegenwoordig dood, bijna. Dat was een actie van Microsoft, eigenlijk wel heel leuk. Nokia was toen ook al bijna dood. En die moesten toch ook een paar toestellen verkopen en Windows moest met Windows Phone aan de bak. Die hadden samen een actie bedacht. Laten we dan een testtoestelletje opsturen, kon je 3 testappjes, dan moest je 3 ideeën indienen aan Microsoft om apps te bouwen. En als die voor een bepaalde datum in de store stonden, dan mocht je die telefoon houden. Nou, is mijn moeder nog een hele lange tijd heel blij mee geweest, die telefoon, en voor de rest heb ik er nooit meer naar gekeken.
Ik heb altijd zelf een iPhone gehad, vind ik fantastisch. Maar ja, als je één keer Xcode hebt opgepakt, dan spik je de pleuris en dan denk je dit nooit weer. Dus daar kwam op een gegeven moment Xamarin voorbij. Nou ja, dat was meer in mijn straatje. C-sharp, dat kon ik al. Dus ik daar dus mee in gaan verdiepen. En nu sta ik hier. Wat is Xamarin dan precies? Nou, allereerst de naam. Ik heb eigenlijk ook geen idee. Het komt van een Xamarin Monkey. Waarom precies dat is, dat weet niemand. En het is ooit begonnen als een bedrijfje dat Xillion heette. Opgestart door Ned Friedman toen en Miguel Di Cara. Als je inderdaad vaker wat met Xillion hebt gedaan, dan wordt die naam hier hopelijk een beetje bekend voorkomen. En Xillion was eigenlijk een bedrijf om de activiteiten op het gebied van GNOME, het desktop, desktop manager voor Linux, te ondersteunen. En daarvan is de X eigenlijk een beetje blijven hangen bij de Xamarin. Xamarin en dus ook aapjes en mascottes. Hier een kleine tijdlijn. Eigenlijk is het hele verhaal al ruim voor 2000 begonnen, maar met 2000 werd Xamarin dus gelanceerd. En ergens tussen 2000 en 2001 kwam ook de eerste versie van de botnet framework officieel uit. Waarop Miguel Di Casa dus dacht inderdaad, is daar ook een versie van te poorten naar Linux. Waar ze mee begonnen zijn onder de noemer Mono. Novell, kent iemand dat nog? Nice. Heel goed. Toen is Xamarin ooit overgenomen door Novell. Hoe het daarmee afgelopen is, dat weten we dan ook allemaal waarschijnlijk. Maar goed, dat heeft ook nog een tijdje zo voortgekabbeld. En ondertussen begon het blijkbaar ook bij een Miguel het kriebelen van volgens mij kunnen we met Mono nu ook wel op net projecten draaien op Linux, maar laten we dan ook eens gaan kijken hoe we dat op de mobiel kunnen brengen. Met als gevolg dat in 2009 dus Xamarin iOS eigenlijk, Mono Touch heette het toen, nu Xamarin iOS. Als je dus met echt Xamarin iOS nog gaat werken, dan zie je ook Mono Touch in 2009 nog terugkomt. Is gelanceerd. En in 2011 hebben ze dat eigenlijk helemaal geformaliseerd door daar een bedrijf rondomheen te starten en dat Xamarin te noemen. Boze tongen beweren dat Xamarin eigenlijk ooit alleen maar is begonnen met het idee om ooit overgenomen te worden en wel door Microsoft. Want volgens mij hebben ze echt gigantische verliezen geleden en alles kon, alles mocht en het kon allemaal niet gek genoeg. Xamarin en Microsoft hebben de hele tijd op elkaar heen lopen draaien, maar uiteindelijk is dat wat geworden. 2013 begon het feestje eigenlijk als helemaal zoals we het nu een beetje kennen. Xamarin 2.0 had ook Visual Studio integratie. Je kon Android, iOS, Windows en TestCloud geïntroduceerd. TestCloud ken ik ook allemaal. Ik zie hier niemand mee schudden, geloof ik. Jawel? Nee. Ja, nee. Schudden, ja. Oké, okay, duidelijk van. TestCloud is een oplossing van Xamarin. Nu van Microsoft dus. Om automatiseerde test, UI-tests te schrijven. En die kun je dan runnen op echte fysieke devices. Ze hebben een of ander pakhuis in Denemarken. En daar zitten ze met een heleboel mensen, nee grapjes, geautomatiseerd. En daar kun je dus je testscriptje heen sturen en dan wordt het echt op een fysiek device. Een hele unieke dienst, ook heel tof, ook heel duur. Maar, in 2015 is dan Xamarin Forms ook geboren. Daar gaan we zo meteen nog even uit van bij de overheid. En in 2016 Xamarin overgenomen door Microsoft, dus zal ik wel verder. En is het gratis en open source gemaakt, of open source daarna. Wat heel leuk was, op dat moment werkte ik voor een ander bedrijf hier in Limburg en daar hadden we net de licenties allemaal gekocht, €2000 het stuk. Dus zeiden ze, nou, als we nu gratis maken. Daar waren ze heel blij mee. En in 2017, Visual Studio voor Mac, dus het wordt helemaal, ze zijn helemaal gek geworden bij Microsoft. Zelfs Visual Studio draait tegenwoordig op een Mac. Fantastisch. En dat daar houden niet op. Hè. Ze hebben nog allerlei andere oplossingen gekocht en zijn ze met elkaar aan het integreren. Visual Studio Team Services om in de source control, wat scrumboards te managen en te deelden en dat soort zaken. Hockey app voor de distributie van appjes. TestCloud, wat ik al noemde, Insights, Analytics, Crash Reports. .NET Core, mix die er nog een beetje in. En je krijgt natuurlijk allerhande cross-platform oplossingen. Die ze aan het samenbrengen zijn, dus onder de noemer App Center voor de dingetjes die je daarboven ziet. En cross-platform met Visual Studio voor Mac. De missie van Xamarin is eigenlijk altijd een beetje geweest. Ik weet niet in hoeverre dit nu nog mag
Want het is nu allemaal onderdeel van Microsoft natuurlijk, maar om het leuk, snel en gemakkelijk te maken om apps te bouwen. Dat zal nu een beetje getransformeerd zijn, denk ik, naar überhaupt cross-platform dingen maken. En het motto bij Microsoft is tegenwoordig, als alles maar op Azure draait, dan maakt het zo voor de rest niet zoveel uit. Ja, dan mag de rest gratis zijn als het daarmee draait. Oh, dit wordt allemaal opgenomen, hè, dat is jammer. En goed, dat doen ze dus in den beginsel bij Xamarin door native apps over platformen heen te bouwen. Nou, daar komt natuurlijk de vraag een beetje op van, hè, wat is dan native? Dat is een beetje het keyword hier. Nou, dat zijn eigenlijk een heleboel zaken, maar het komt eigenlijk meer op deze drie hoofdpunten. Hè, de user interface moet eruit zien, moet voelen zoals het op dat platform bedoeld is. Hè, je moet eigenlijk direct die weg weten als gebruiker als je een nieuwe app downloadt van, nou ja, bam bam, zo werkt het. Je moet gewoon toegang hebben tot alle API's die op een systeem aanwezig zijn. Je moet dus alle sensoren op een apparaat, alle dingetjes die nieuw geïntroduceerd zijn in de laatste iOS, moet je gewoon kunnen aanspreken. En het moet gewoon snappy reageren, native performance op het moment dat iets gewoon even traag is of weet ik veel. Hè, de gebruikers zijn nergens zo kritisch als een mobiele apparaat op een of andere reden. Ik heb wel eens gehoord als je inderdaad een appje voor 1 euro in de App Store op de telefoon, dat is echt heel duur. In de Mac Store heb je ook betaalde apps, daar is 1 euro dan weer heel goedkoop. Hoe dat dan werkt, weet ik niet precies. Omdat een appje fysiek kleiner is of zo, dat het dan veel geld is. Maar ook hè, het stukje performance, dit moet gewoon goed zijn. Want als dit niet goed is, dan ligt je app gewoon binnen 5 minuten weer eraf en wordt die ook nooit meer geïnstalleerd. Over het algemeen. Dus het is wel gewoon goed om dat goed, in 1 keer goed te krijgen. Nou, wat zijn dan de manieren om dat voor elkaar te krijgen? Of, hè, of in ieder geval een cross-platform app te bouwen? Eigenlijk de traditionele manier, de silo manier. Hè. Je hebt gewoon iOS met Objective-C en Xcode. Android nog meer hoe. Met Java en Android Studio. En C# met Visual Studio natuurlijk. Eigenlijk dit is gewoon hoe je het eerder zou doen. Iedereen fijn zijn eigen eilandje. Je bouwt in feite gewoon dezelfde app 3 keer. Dat is natuurlijk niet echt heel efficiënt. Grote voordeel hierbij is natuurlijk wel dat het voelt en draait en doet zoals het op dat platform bedoeld is. Want je bouwt daadwerkelijk native apps. Maar goed, daar tegenover heb je natuurlijk wel meerdere codebases en alle problemen die daarbij komen kijken. Nou, toen kwamen er op een gegeven moment wat oplossingen zoals een Cordova en een PhoneGap en dat soort zaken. Die DTL apps bouwen. Op basis van HTML, CSS, JavaScript, dat soort dingen. Dan gaat het door een magische black box heen. En voilà, je hebt ineens eigenlijk een veredelde browser waar jouw webappje in draait. Over het algemeen draait dat niet heel lekker. Het voelt heel plakkerig. Je kunt in principe, ziet het, de UI ziet er over alle platformen hetzelfde uit. Als dat een keuze is, en denk ik ben ervan overtuigd. Kan dat heel goed zijn, maar over het algemeen moet je dat echt goed doen en weer goed krijgen. En je bent dan wel weer gelimiteerd aan de most common denominator. Als een sensor en camera's tegenwoordig op iedere device, die kun je aanspreken, maar wil je iets gaan doen met de afwasmorsel die Apple zo meteen aan gaat bouwen en Android niet, dan zit je toch ineens weer op Objective-C te schrijven om daar wel bij te kunnen. Nou, dit is natuurlijk een beetje van Xamarin. Dus komt een oplossing en dat is ineens geen kleur. Toen kwam de Xamarin Traditional Approach, waarbij zij gewoon hebben gezegd van nou ja, wij gaan het mogelijk maken om op basis van C#, dat vinden wij een toffe taal, om het mogelijk te maken om daarmee cross-platform in ieder geval over de drie grote platformen apps te kunnen bouwen. Eigenlijk voornamelijk zelfs nog iOS en Android, Windows, een beetje achteraan, omdat je dat veel op gratis krijgt omdat het toch C# is. En een grote voordeel daarbij is natuurlijk dat je gewoon 1 codebase hebt, C#, een hippe taal die nog waarschijnlijk een poos meegaat. En hoe ze dat dan gedaan hebben, ze hebben gewoon voor iedere native library eigenlijk op die platformen hebben zij een binding geschreven. Dus het zijn gewoon projections, het is echt een rotwerk. Daardoor is het mogelijk dat jij met C# er tegenaan praat en dan Xamarin doet een stukje magic voor jou om die library te binden en zij voeren vervolgens daadwerkelijk het stukje native uit, zeg maar. Nou, hiermee heb je dus volle toegang tot alle API's. Dat is dan hun verantwoordelijkheid dat zij dat iedere keer op tijd klaar hebben. Je hebt 1 codebase als je het een beetje goed doet.
En ja, je hebt toch compileert het uiteindelijk naar, naar native apps toe eigenlijk. Je ziet hier bovenop een klein stukje wat dan niet gedeeld zou zijn. Nou, dat is het stukje UI. Hè, om dan inderdaad wel die native UI vast te houden. Hè, dat die app nog steeds voelt alsof die op dat platform thuis hoort. Heb je het stukje UI-code, wat dan wel per platform verschillend is. Dit 60 tot 80 moet kunnen zijn en dit dan de rest, als je het heel goed doet. Maar ja, om dat nog meer te optimaliseren, komt dus Gen Forms in beeld, hetgeen waar het allemaal om draait vanavond. Wat ik al zei, hier 60 tot 80, ze zeggen daar tot 99% gedeelde code. Dat klinkt heel leuk in de marketing, maar dat ga je een lange naam weer hebben. Maar je kunt wel een heleboel meer. En wat ze gewoon gedaan hebben, is heel simpel. Eigenlijk een setje NuGet-packages, meer is het niet. Met nog meer libraries. Wat een abstractielaag vormt boven die UI ook nog is. Dus je ziet inderdaad hier een laagje en dat laagje per platform is nog kleiner geworden. Met die NuGet-packages, dat stelt je in staat om op een abstracte manier een button te definiëren. En dat zij dat voor jou vertalen naar de button zoals die eruit wordt zien op dat platform. Gaan we zo natuurlijk even naar kijken. Omdat alles op basis is van C-Sharp en Microsoft helemaal wild is geworden van cross-platform en alles overal draaien. Kun je dus nu gewoon echt van end-to-end eigenlijk C-Sharp schrijven. En dat is natuurlijk wel heel gaaf. Je kunt het hosten in Azure, je kunt het hosten op Linux wat dat betreft. Je kunt je gedeelde library hier zo onderhangen en dan heb je alleen nog een stukje server en mobile. Je kunt gewoon helemaal end-to-end C-Sharp schrijven. En dus ze claimen dan ook alles wat je kan doen in Objective-C, Swift, Java, kun je ook doen met Xamarin binnen Visual Studio. Is daar, het laatste is daar bijgekomen nadat ze zijn overgenomen door Microsoft. Eerder was er ook nog Xamarin Studio, maar dat is nu dus Visual Studio voor Mac geworden, zo'n beetje. Nou, laten we eerst even heel snel kijken naar hoe een traditional Xamarin app daar dan uitziet. Dan begrijpen we een beetje waarom we dat eigenlijk niet meer willen en gewoon Xamarin Forms willen gaan doen. Voor degenen die het nog nooit hebben gezien, dit is Visual Studio voor Mac. Voorheen beter bekend dus als Xamarin Studio of Mono Develop, als je nog in die tijd Linux .NET Framework dingetjes wilde gaan doen. En hier kunnen we dus gewoon zeggen van, niet een nieuw file, dat is een beetje te weinig. Nieuw solution. En dan zie je dan al een heel rijtje met dingen die je je tegenwoordig aan kan maken. En dat beperkt zich niet alleen meer tot inderdaad de app-platformen, maar ook een stukje .NET Core. Cloud uiteraard zie je hier weer terug. Azure Functions kun je hier weer maken. Met Xamarin kun je tegenwoordig ook naar de Mac. Je kunt op IoT dingen doen. TVOS, dus Apple TV en noem het allemaal zo gek maar niet op. ASP.NET zit er nog ergens in, geloof ik. Dit begint ook behoorlijk vorm aan te nemen. Als we dan gaan kijken naar Xamarin Traditional, dat is dan gewoon het stuk, je bouwt nog steeds een iOS-app en een Android-app, maar omdat dat allebei C-Sharp is, kun je een gedeelde library gebruiken op basis van C-Sharp. Dus we gaan nog steeds een iOS-app bouwen. Dan krijg je een aantal verschillende keuzes voor je neus. Single View App vind ik hartstikke mooi. Als Meetup, iOS. iOS is altijd lastig met namespaces, vind ik, met de hoofdletters en zo. Dan kun je dan nog wat keuzes maken waar dat allemaal moet draaien. Hoeft niet in een Git repository, want ik denk niet dat het heel spannend gaat worden. Overigens, mocht je hier allemaal mee bezig gaan, dan kan ik je van harte aanraden om een Mac te kopen. Dat zal ook moeten als je voor iOS aan de slag wil. Maar dat voelt ook gewoon een stuk beter dan de Visual Studio om Windows. Even kijken of we dit een beetje op kunnen blazen. Volgens mij kan het hier ook. Kijk, zelfs dit is beter dan in Visual Studio voor Windows. Hier zie je eigenlijk gewoon een C-Sharp project, zoals die er normaal uit zou zien. Solution op het hoogste niveau, projectje eronder, references, packages, NuGet packages kun je natuurlijk gewoon gebruiken. En dan wordt het een beetje vreemd allemaal, app delegate. Huh? Dat is de entry point van een iOS-applicatie. Dus het enige wat ze hier eigenlijk in de main doen, wat je normale entry point is voor een C-Sharp applicatie, is deze doorlussen naar de app delegate, zodat iOS ook snapt wat er gaat gebeuren.
En hier zie je dan vervolgens een beetje je application lifetime dingetjes met een hele hoop commentaar erin. Zodat ze inderdaad een beetje duidelijk maken voor een niet-iOS developer wat hier eigenlijk allemaal aan de hand is. Nou ja, aan de methodenamen kun je natuurlijk al een beetje zien. Ook het stukje UI is dan natuurlijk anders. Dat wordt normaal een beetje gedaan op basis van storyboards. Je kunt het ook in code doen of nog wat andere manieren. Maar storyboards is over het algemeen de aangeraden manier als je met iOS bezig gaat. En daarachter, terwijl dit laat nu de designer van Xcode daadwerkelijk in. Dus daarom duurt het. Maar dan heb je er wel een fancy designer bij met een toolbox zoals je dat van Microsoft normaal verwacht. Nou, en dan kunnen we hier gewoon opknallen. En een map view doet het ook altijd goed. Hoppakee, hartstikke mooi. Nou, kun je een beetje groter maken. Dan kun je nog allerlei dingen doen met resize. Die uitziet op een iPad, ga ik nu allemaal niet druk om maken. Op deze manier. Ja, gewoon de properties heb je hier ook. Niks aan het handje. Name. My label. En deze heel origineel. My map. Zo. En achter zo'n storyboard zit dan een view controller. Waar ik deze dingen dan weer aan kan spreken. Nou, als ik dan zeg my map, iets met een region changed. Hè? Dat is gewoon een event, zoals je dat gewend zou zijn. Je ziet dus, ze hebben ook een vertaling gemaakt van, dit zou op iOS iets anders werken. Met allerlei moeilijke delegate-achtige toestanden. We hebben ze gewoon omgeturnd naar events, zodat wij rare C-sharp developers dat weer een beetje snappen. En dan kunnen we hier gewoon daarop acteren door te zeggen, hey, doe maar hier al zo'n nieuwe C-sharp dingetjes. Ja, zo nieuw is het tegenwoordig niet meer, maar voilà. Dan kunnen we zeggen, my map, center, nee, sorry, region, center, ja, doe maar de toestring gewoon. Hup, zo, dat is niet echt nodig. Nou, en op het moment dat je deze dan runt, dan gaat het niet, zie ik, want waarom niet? Dat zou jammer zijn, zeg. Ah, daar is die. Geen idee waarom die weg was. Dan komt daar de iOS simulator tevoorschijn. Waarom is dit zo mini? Kom. Zoom. Oh, beter. Nou, dan zie je gewoon de mapcontrole verschijnen. En op het moment dat ik hier dingen ga doen, dan zie je dat label gewoon verandert. Eigenlijk niks fancies. Behalve dat je nu een iOS-applicatie hebt gemaakt op basis van C-sharp. Zou ik hier dus een library aanhangen, dan kan ik hier ook gemakkelijk een Android-dingetje aanhangen. Ga ik niet heel uitgebreid laten zien, want daar gaat het natuurlijk niet om vanavond. Ga ik gewoon helemaal niet laten zien. Klaar. Maar op Android zou je dus een AXML-filetje hebben, bijvoorbeeld Android XML, die hebben dan weer een apart dingetje voor de UI. Uiteraard blijft het nog steeds C-sharp, maar heeft net weer wat andere concepten. Je kunt veel al je businesslogica kun je gewoon gaan delen, maar dat stukje UI, ja, dat blijft gewoon echt binnen die app. En dat willen we niet. Dat is moeilijk mee. Nou, laten we dan inzoomen op het stukje Xamarin Forms. Wat ik net al zei, dat is eigenlijk gewoon een abstractielaag bovenop de UI's die er al waren. Waardoor je dus ook dat stukje UI-code kan delen over de verschillende platformen. Wat zit daar dan allemaal bij? Ze hebben een aantal dingen voor je voorgedefinieerd waar je direct mee aan de slag kan. Namelijk meer dan 40 pagina's, layouts en controls. Dat kun je gebruiken vanuit CodeBehind of XAML. Voor degenen die ooit nog eens met WPF hebben gewerkt, XAML is ook een XML gebaseerde opmaaktaal, een soort HTML, noem het maar, zoiets. Two-way binding hebben ze erin gestopt om een stukje MVVM alvast voor je te regelen. Navigatieservice, per platform heb je natuurlijk ook een bepaalde manier van hoe je door zo'n applicatie navigeert naar verschillende pagina's gaat. Ook daar hebben ze een abstractie voor gemaakt, zodat je je daar niet druk om hoeft te maken, maar gewoon kunt zeggen, geef mij de volgende pagina. Animaties, ook altijd leuk, hebben ze ook een abstractie voor gemaakt. Dependency service, dat is meer een service locator.
Waarom dat de standaard in zit, kom ik zo nog even op terug. En een messaging center, messagebus, op het moment dat je toch ergens een stukje code wilt triggeren waar je eigenlijk niet bij kan, dan gebruik je die als last resort, hoop ik, want ik ben er niet zo heel veel fan van. Als je gewend bent aan het ontwikkelen van MVVM applicaties, ja, dan is dit gewoon thuiskomen eigenlijk, dan ben je hier zo in thuis. Begin je hier zo droog mee vanuit het niets, dan heeft het nog wel een steile leercurve. Vooral de XAML ook, hè. Je zou verwachten dat daar vanuit Microsoft een mooie designer voor is. Hooguit een previewer die, als de maan goed staat en misschien het uur van de klok even is, dan doet hij het misschien. Sorry? Alleen niet voor de XAML. Een designer bedoel je? Ja, dat blijft heb je toch. Ja, nee, ik werk niet voor XAML. Nee, want XAML is net een apart dialect, zeg maar. Waar ze dan weer een soort van op terugkomen, omdat het nu van Microsoft is, gaan ze nu ook naar XAML standard. Dus dan gaan ze weer een universele specificatie maken om dat weer samen te brengen. Maar daar zover zijn ze nog lang niet. Maar goed, dan zal het inderdaad ook weer meer gelijk gaan lopen. Als er dan een designer is voor de een, dan zal die ook voor de ander werken. Dus. Nou, hoe zien die dingen er dan uit? Even vlug. Pagina's, gewoon content, kun je gewoon je ding op doen. Ergens wat neerzetten. Master detail, hè, je hebt gewoon één contentpaginaatje van links of rechts, komt er een minuutje inschuiven en kun je op die manier naar een ander deel toe navigeren. De navigatiepagina, je pusht er gewoon iedere keer een pagina bovenop en je popt er weer eentje af op het moment dat je teruggaat. Of een tabbed page met de tapjes onderin bij iOS of de tapjes bovenin bij Android bijvoorbeeld. Hoewel ze bij Android tegenwoordig ook weer beneden kunnen, die maken er helemaal een mooi zooitje van. En zo'n pagina heb je alleen op het hoogste niveau, kun je er maar eentje van hebben. Daaronder heb je maximaal één layout en binnen die layout kun je er weer gaan nesten, zeg maar. Dus daarmee kun je dan je complexe layout gaan maken. Nou ja, dan heb je een stack dingetje die gewoon heel simpel de dingetjes voor jou onder elkaar zet of naast elkaar. Dingetjes op absolute positie, grid, daar kun je een tabelachtige structuur voor bouwen. Scrollview, heel handig om niet te vergeten op het moment dat je denkt van hey, dit kan wel eens groter gaan worden dan dat het schermpje gewend is. En zo zijn er nog een paar die ik eigenlijk toch nooit gebruik. En dit zijn de controls die erbij in zitten. Eigenlijk heel basis. Een image, een label, een entry. Niks spannends eigenlijk. Gewoon de basis die je zou verwachten. En dat is ook een beetje het ding wat je nu veel hoort. Het is de basis. Want ze hebben de heel bewuste keuze genomen. We doen deze controls, want deze zijn eigenlijk over alle platformen. Zijn ze beschikbaar. En dat geldt ook voor de properties daarvan. Dus je kunt heel simpel wel het tekstje instellen en de kleur van het tekstje. Maar iets fancy's wat wel op iOS zit, maar niet op Android. Het automatisch size van een tekstje bijvoorbeeld zit er niet in. Kun je allemaal wel zelf implementeren uiteraard. Maar zij hebben er gewoon voor gekozen van wij doen alleen de set die te bereiken is over alle platformen. Komen ze nu wel een beetje van terug overigens. Maar... dat er dan uit in dit voorbeeldje. Ik ga het zo meteen nog even live laten zien natuurlijk. Een stukje XAML aan voor de kijkers rechts, waar je inderdaad de tabbed page ziet. Dat moet ik wel gebruiken natuurlijk hier. Hier. Wow. moet ik hebben. Oké. De tabbed page met twee children. Hè. Je ziet dan hier inderdaad op iOS de tapjes onderin. En hier de tapjes bovenin voor Android. Ja, en Windows Phone die maakt er weer helemaal iets aparts van. En daarbinnen dus twee entries en een button. Nou ja, er is minimaal verschil in dit geval. Maar je ziet op iOS, ziet een entry eruit zoals die daaruit zou zien met een button. Op Android heb je alleen een underline hier. Zoals die er daaruit zou moeten zien. En voor Windows, wederom hetzelfde. Dus je ziet, jij definieert op het hoogste niveau gewoon een entry. En zij zorgen dat daar een entry op iOS uitkomt. Nou, hoe hebben ze dat dan precies mogelijk gemaakt? Hè, een beetje, nee, niet een beetje, helemaal niet, vergeet maar. Ze maken daarbij gebruik van platform renderers. Dus de libraries die jij installeert met Xamarin Forms zijn in principe niet meer dan een set van renderers die dat stukje XAML pakken of een stukje code als je dat graag wil. En dan inderdaad zeggen van oké, jij gooit er een button in. En op welk platform draaien we nu? Dat is de implementatie van die renderer en daar gaan zij gewoon heel makkelijk die renderer voor jou aanmaken. Of die control, die button voor jou aanmaken en alvast de text property mappen op de text property op iOS of Android of Windows, waar je dan ook maar draait.
Dus eigenlijk zorgen zij gewoon de vertaling voor jou. Dat is eigenlijk wat het doet. Niet meer, niet minder. Maar als je dan toch nog platformspecifieke dingen wil doen, hè? Simpel voorbeeldje wat hier ook aangegeven wordt. Op iOS bijvoorbeeld begint het coördinatiesysteem fijn 0,0 achter de statusbalk linksbovenin. En bij Android zeggen ze, ja, leuk, statusbalk is van ons, daar blijf je maar fijn vanaf. We beginnen daaronder met tekenen. Ja, dat is dus leuk als jij dan op een uniforme manier jouw UI gaat designen. Dan moet je dus op iOS 20 punten eronder gaan zitten. Maar ja, op Android zegt hij 20 punten eronder, dat is 20 punten onder de statusbalk nog eens. Dus ja, dat ziet er dan weer raar uit. Dus op die manier, hè, zitten daar toch nog wat kenmerkende dingen per platform in. Daar hebben ze uiteraard ook een stukje rekening mee gehouden. Je kunt gewoon encoden of in XAML opvragen, of nou, niet zozeer opvragen, maar eigenlijk een onderscheid maken tussen de verschillende platformen. Door daar dus ja, voor een bepaalde property andere waarden dan op te geven op die manier. Het stukje XAML is een beetje groot in dit geval. Het kan simpeler geschreven worden, maar voor het voorbeeld vond ik dit wel net zo duidelijk. Nou, dat kan hetzelfde voor devices, hè, want je gaat natuurlijk ook eventueel apps schrijven die voor en telefoons en tablets beschikbaar zijn of dat soort zaken. Of voor een bepaald platform, alleen op een tablet of wat dan ook. Nou ja, ook dat is in voorzien. Er zitten een aantal handigheidjes in om dat soort dingen te kunnen detecteren en dat je daar op kan sturen. Je kan dus op deze manier zou je gewoon echt een hele andere view kunnen laten zien op het moment dat je op een tablet zit. En want daar heb je iets meer ruimte, dus dan kun je bijvoorbeeld dat master detail kun je in één keer laten zien in plaats van dan de gebruiker dan nog op een hamburgertje moet drukken om het menu naar voren te krijgen, bijvoorbeeld. Nou, laten we daar dan eens even een demootje van gaan bekijken. Daar had ik al een klein stukje voor voorbereid. Hoppa. Ha. En zo. Ja. De meetup test. Je gelooft het niet. Overigens, als je dit project gewoon los aan wil maken, dan zul je hem vinden onder multiplatform. Alles wat ik hier laat zien, hè, op, dit is een Mac dan toevallig, die zul je nodig hebben voor iOS. Maar dit kan natuurlijk ook allemaal op Windows. Ze kunnen het zelfs zo voor elkaar krijgen dat je Mac gewoon ergens in een kast hoeft alleen op netwerk aangesloten te zijn. En dan kun je gewoon op je Windows machine alles doen. Alles wat je hier ziet kun je ook gewoon met Visual Studio doen. Maar ja, dan ziet het er net iets anders uit. Zul je vinden onder multiplatform. En dan heb je ook een app, een library, testjes. Hè. Daar komt de testcloud weer om de hoek zetten. En hier zie je dan meteen al het stukje Xamarin Forms. Ik zou je niet aanraden om van een traditional Xamarin project een Xamarin Forms applicatie te maken door diezelfde NuGets te installeren, want daar komt nog een hoop bij kijken om even aan elkaar te schroeven allemaal. Het kan, als je van danger houdt, maar hier zijn gewoon templates voor. Er zit er volgens mij zelfs eentje bij, oh dat is deze geloof ik, hè? De Forms app, daar krijg je meteen een ASP.NET Core Web API project gratis bij. Maar ik wil graag meestal een blanco. Nou, en hier heb je dan nog wat meer opties om inderdaad een spelletje te maken of wat dan ook. Gedeelde code, hè? Hij maakt automatisch, ik kan het beter hier zien, hij maakt automatisch drie projectjes voor je aan. De core library, hè, dus daar wil je in principe al je code in hebben, want ja, hier wordt het hergebruikt. En in principe wil je dat dit niet meer zijn dan een aantal bootstrappers, om alleen je applicatie te starten en te voorzien in een aantal icoontjes en dat soort dingen. En want er bestaat niet een iets als een Xamarin Forms app. At the end of the day blijven nog steeds twee of drie of hoe dan ook apps voor ieder platform. Want ja, je kunt niet bij iOS aankomen met, hey, ik heb hier een generieke applicatie. Dus het blijven gewoon nog steeds losse applicaties. Het enige is dat je gewoon ja, dat stuk gedeelde code eigenlijk ja, in dit stuk zit. Want als we hierin gaan kijken, dan zullen we weer zien. Hè, de app delegate komt hier gewoon weer terug en de storyboard zelfs. Dus die zit hier gewoon veilig in. Maar wat ze dan hier verder mogelijk maken is, hè, op het moment dat die app delegate gedaan wordt, dan zie je hier direct Xamarin Forms init. En dan gaat die applicatie loaden, namelijk nieuw app. En die zit dan weer hier in mijn gedeelde code. Nou, hier een stukje XAML om wat resources te definiëren. En dit is dan het daadwerkelijke applicatieobject, zeg maar. Dus dit moet gewoon je uiteindelijke applicatie worden. Uiteraard kun je daar allerlei libraries en references en weet ik veel wat aanhangen. Maar ja, als je maar zorgt dat er zoveel mogelijk code uit die platformprojecten blijft. Dat is een beetje het doel. Ik heb hier verder nog niet zo heel veel gedaan.
Dit is een beetje het standaard template. Daar krijg je één paginaatje bij met een labeltje, welcome to Xamarin Forms. En je ziet deze label, definieer je gewoon als label. Die zeg je van, ik wil die in het midden zien. En dat ziet er dan ongeveer zo uit. Het enige wat ik wel heb gedaan is even een serviceje maken die de Meetup API leegtrekt, zodat we jullie guitige gezichtjes zo meteen zien verschijnen. En dan is natuurlijk, om de kracht even te tonen dat jullie me ook nog een beetje geloven, zullen we dat ook even op Android laten zien. Wederom, mocht je hiermee gaan beginnen, gebruik in godsnaam niet de stock Android emulator, tenzij je levensmoe bent. Want die is echt heel erg traag en volgens mij is zelfs de officiële ondersteuning daar ook zo'n beetje van gestopt. Die hebben ze op een gegeven moment, ja, of dat is de Microsoft Android emulator ook. Je hebt gewoon gezegd, wij beginnen er niet meer aan. Dat kan iemand anders wel doen. Genie Motion is dan een goede andere optie. Gratis voor persoonlijk gebruik. Moet je even zoeken op Genie Motion Fun Zone. Ik weet niet waarom ze dat zo genoemd hebben. Goed, en dan heb je fijn een Android emulator. En het enige wat ik dan hoef te doen zonder ook maar iets aan code aan te passen is zeggen, yo, ik wil nu de Android applicatie starten. En dan... Na veel gerammel komt daar dan eindelijk een Android-applicatie tevoorschijn. Ja, nou daar hebben we zo lang op gewacht. Goed, en om dan aan te tonen dat ik geen onzin praat, hè, kun je zeggen inderdaad hier tekst, color of zo, maakt er iets van. Red, hè. Ze hebben ook hun eigen abstractie van kleurtjes gemaakt, die ze dan onder water weer vertalen naar de juiste kleurtjes toe. En op het moment, ik kom altijd even rebuilden om het zeker te weten, ik heb ook wel eens gedaan, dan druk ik weer op play, heeft hij wat gecached en dan is het, haha, hij doet het niet. Hierom rebuild ik nooit. Goed, jullie geloven me zo ook wel. Ik ga nog een keer beelden, het is toch een wonder. Nou, is het kleurtje rood, zal ik hem nu naar iOS overschakelen, want dat is sowieso het superieure apparaat hier, dan wordt het ook mooi rood. Nou, laten we dan iets interessanter maken. Wat hebben we dan nog meer allemaal in de aanbieding? Hè, de stack layout, die ik net al even aanhaalde. Daar kun je gewoon dingetjes mee onder elkaar zetten. En laten we dan eens beginnen met een list view. Altijd mooi om verschillende dingetjes in een lijstje te laten zien. Over het algemeen werkt de IntelliSense ook mee. Niet altijd even goed, maar over het algemeen doet hij het vrij aardig. Voor alle duidelijkheid, hè, dit is dus XAML. Je zou het ook in code kunnen doen. Ik ben er zelf nogal fan van om het gewoon in XAML te doen. Toch iets meer scheiding tussen je UI nog weer en eventuele andere business logica. Er zit al een heleboel dingen ingebouwd om MVVM te ondersteunen. Maar ja, voor de missende onderdelen kun je toch even nog een extra frameworkje eraan hangen om het jezelf nog wat makkelijker te maken. Op een list view hebben we dan een item source. Nou, die kunnen we dus via de data binding fijn binden aan de members van onze fijne groepje. En binnen zo'n list view willen ze dan nog graag weten een cel eruit moet komen te zien. Dus dan zeggen we list view item template. Hier laat de IntelliSense fijn in de steek. Dus dan ben ik meteen in paniek, hè, want eigenlijk. Eigenlijk kan ik niet zo goed typen hoor. En daarbinnen wil je dan weer een data template. Deze notatie, list view item template, komt eigenlijk een beetje overeen. Ik zou hem ook hier kunnen vinden als het goed is. Maar zo'n template definiëren in een attribuutje, dat wil je niet zo graag. Dus daarvoor kun je ook voor kiezen om dat op deze manier te doen. Als ik een template vast zou hebben gelegd in een externe file bijvoorbeeld, dan zou je hem wel in een attribuutje kunnen doen. Dat is dan misschien iets overzichtelijker. Want je ziet dat dit heel gauw heel complex gaat worden met allerlei nestings en dat soort dingen. Dus het is wel aan te raden om zo snel mogelijk, hè, zo'n cel die je hier gaat definiëren, kun je heel makkelijk even in een apart stukje XAML definiëren. En daar blijft het allemaal iets overzichtelijker van. Er zijn een aantal cells al ingebouwd. Mocht je je eigen willen gaan bouwen, je eigen layout, kun je een view cell gaan gebruiken.
Ik wil gewoon een image cell, ik weet dat die erin zit. En daarbij kan ik zeggen, ik wil graag als image source wederom een binding. Hè. Daarmee bind ik aan de properties van een model dat erachter hangt. Foto. Nee, ga ik spieken, weet ik niet. Tien, tien, tien. Foto. Ja, de thumbnail lijkt me wel genoeg. Zo. En als tekst wil ik daar dan. Kom. Nou, hou toch op. Wil ik daar dan de naam van die persoon te zien krijgen? Nee, en zo. Nou, hartstikke mooi. Fijn dat die klopt niet. Dan ga ik nu in de code behind doen. Lelijk, bah. Niet doen thuis. Maar ik ga het nu toch doen. Hè, normaliter wil je gewoon deze pagina, de echte MVVM-puristen zeggen, dit wil ik helemaal niet hebben. In theorie zou dat moeten kunnen. Maar dan ga je dus met page models, view models, dat soort dingen werken. Die automatisch aan zo'n view gebind worden. Maar goed, ik ga nu voor de snelheid gewoon even hier aandoen. En dan een beetje een semi-hybride vorm. Want ik ga hier dan wel een array van members aanmaken. Zo. En die ga ik dan vervolgens ophalen door mijn model. Namelijk de meetupservice.getAtomies. Nou, het is toch alsof het zo had moeten zijn. En hier kan ik dan zeggen, de binding context. Context is this. Dus hè, hiermee is in principe, zou je normaaliter je MVVM dingetjes mee kunnen regelen, want die binding context zet je dus op je page model, je view model, whatever je wil noemen. In een mobiel landschap spreek je meestal over pages, dus daarom noem ik het meestal page models. En hiermee zeg je dus van, nou ja, de data binding moet gebeuren op basis van dit model wat hierachter zit. In dit geval this, dus ik zet hem in dit geval gewoon op de page behind, zodat hij deze ook als page model gebruikt. En als we deze dan runnen, dan krijgen we hopelijk een mooi lijstje te zien met alle mensen die hier vandaag al dan niet zijn. Nou, dat is tot zover gelukt. Er moet nog wat afwerking gebeuren aan de plaatjes, want die zijn allemaal niet mooi even groot. Maar ja, je snapt het idee. Hier zie je dus, hier zie je ook hetgeen gebeuren wat ik net beschreef. Hij gaat achter de statusbar door. In dit geval zit er wel een kleine marge al in. En je zult zien, als ik deze nu omswitch naar Android, dan zullen we hetzelfde te zien krijgen, maar dan met een Android sausje. Hè, zonder enige code verder aan te passen, kunnen we dit ook gewoon op Android draaien. En hier zul je zien, ja, de statusbalk die blijft netjes vrij en daar gebeurt niks mee. Nou, laten we het dan nog eens even interessanter maken. Dan moet ik een kleine aanpassing doen. Waar laat ik hem nou hier? Stack layout, hetzelfde kunnen we doen voor een button die we er dan onder gaan zetten. Met als tekst, daar komt hij, wordt allemaal maar gek. Pick a winner. Oh my god. Nee, niemand? Oké. Okay. Nou ja, dan kun je hier gaan werken met de clicked. Dat is een beetje de oude manier om events eraan te hangen bij een page model. Maar om dus de data binding mogelijk te maken, dan kun je niet meer werken met events. Dus daarvoor hebben ze de commands niet uitgevonden, want ze waren er al. Maar die kun je op dezelfde manier gewoon als een property binden. De pick a winner command. En die kunnen we dan ook weer hierachter aanmaken als zijn property. Nee, dat was niet wat ik bedoelde. Fijn. Zo. Ja. Oh, heeft er nou een typfout hier gemaakt? Nou, laten we zo. Helemaal. En dan kunnen we dan een nieuw command aanhangen, waarin we dan een stukje code kunnen gaan uitvoeren. Er zit zelfs nog een property bij als je zo'n command aanmaakt, dat je, ik weet niet of je het kan zien, een can execute.
Hè, dus daarin kun je dan weer een stukje functionaliteit duwen waarmee je kan bepalen of dat command wel of niet uitgevoerd mag worden. Dus daar zou je kunnen zeggen, op het moment dat mijn tekstveldje geen geldige waarde bevat, kun je niet op een knopje drukken. Als het dan goed geïmplementeerd is, dan wordt dat knopje ook fijn disabled en zo op basis van de property die je hier dan aanhangt. Doe ik meestal niet. Ach, houd toch op, ik kan helemaal niet typen onder druk, om mensen die kijken. Wat willen we hier dan doen? Nou, hier gaan we even, hè, daar hebben ze ook voor gezorgd in de basis dat je gewoon kan zeggen display alert. Met een titel. We have a winner. En een message. Lengte dan. En awesome. Dat is de knop die eronder komt. Nou, hè, ook hier hebben ze in een stukje voorzien display alert. Dat is ja, een stukje van de Xamarin Forms library. Waarbij ze dus van binnen hebben geïmplementeerd van oké, als er een alert moet komen, dan zit die op iOS. Moet dat op deze manier gebeuren en op Android. Moet dat op deze manier gebeuren? Op iOS ziet alles er altijd beter uit. Laten we die maar eens even draaien nog een keer. Nou, en dan zie je dat het knopje daar fijn onderaan is bijgekomen. Want ik heb een stack layout gebruikt, dus dat komt fijn onder elkaar te staan. Nou heb ik dat nog niet gemeld, maar ik heb over dit hele gebeuren een boek geschreven. En ik heb daarvoor nog een boek geschreven. De ene heb ik mee, mijn eerste over een stukje Continuous Integration and Delivery voor je Xamarin app op basis van VSTS. Dus nou ja, daar ga ik eerst maar eens even een winnaar voor trekken. En voor de tweede, dat is een beetje jammer. Die is nu net aan het soort van uitkomen, maar de mensen hebben al een exemplaar en ik nog niet. Dus op het moment dat je daarvoor als winnaar uit de bus komt, dan beloof ik plechtig dat ik je die nog even nastuur. Nou, spannend! Ah, dat is jammer, hè? Ah, ik ben de name property vergeten. Zo spannend. Wie zou het nou zijn? Ja, precies. Jammer, Buck. Ja, dat hoeft het niet inderdaad. Nee, helaas. Oei, 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 oei. Niemand die het zegt, hè? Kamervol ontwikkelaars. Jammer, jammer. Nou, zal ik het dan nog even voor de proof of concept nog eens even op Android doen? Careful, you're next. Goed, ook hier zie je ja, fijn het lijstje nog een keer met het knopje eronder. En die is er niet, dus dat is fijn. Nou, dan gaan we nog een keer. Oh, nog een keer. Doet mijn randomizer nou ook niet? Mels, yay! Nou, Mels, maar de Mels die heeft hem ook al, weet ik. Die is uitgesloten van deeldame. Ze blijven aan de gang, hè? Leon van den Broek. Yay! Nou, vooruit. Wil je deze of wil je die andere? Laat ik jou kiezen. Jij bent de eerste. Ja, deze. Nou, top. Kijk eens aan. Alsjeblieft. Veel plezier ermee. Laat me weten wat je ervan vond, tenzij je het stom vindt dan niet. En nog één. Hey, nou, daarnaast. Nou, het is toch fantastisch. Kunnen jullie wisselen zo meteen? Die stuur ik dus nog even na. Ja, helemaal goed. Nou, tot zover eigenlijk even het concept. Hè. Ik kan nog alle controls laten zien, maar dat heeft weinig nut, denk ik. Dan heb ik nog wel een beetje tijd, geloof ik. Hè. Waar heb ik nou deze awesome dingen gelaten? Zo. Oh ja, och man, alle tijd. Dependency Service, hè. Dat is een service locator waar ik het net al een beetje over had. Heb ik nou de slides over? Hebben ze ook ingebouwd. Wat het mogelijk maakt om een stukje platform
voor een specifieke code uit te voeren. Maar nog steeds zoveel mogelijk binnen jouw gedeelde code te blijven. Dat maken ze mogelijk door op in jouw gedeelde code definieer je eigenlijk alleen een interface. En op die interface maak je dan per platform een platformspecifieke implementatie daarvan. Dat is eigenlijk ook hoe hun een heleboel dingen hebben opgelost. Daarom zit dit er ook eigenlijk gratis bij. Op het moment dat zij dus inderdaad iets uitvoeren op het hoogste niveau, dan roepen zij eigenlijk gewoon de implementatie per platform aan. Nou ja, dat kun je zelf fijn herhalen, dat trucje. Een van de dingen wat als voorbeeldje dient, is dan het bellen van een telefoonnummer bijvoorbeeld. Hebben zij geen abstractie voor voorzien, dus die kun je zelf maken. Andere dingen zijn inderdaad text-to-speech of inderdaad wel dingen die wel of niet beschikbaar zijn op een bepaald platform. Bijvoorbeeld iOS heeft dat hele Touch ID of Face ID tegenwoordig verhaal. Wat natuurlijk heel gaaf is. En Android heeft dat nu volgens mij ook wel een soort van ook, maar toch net weer iets anders. Dat zijn gewoon dingen die je per platform dan toch moet blijven implementeren. Maar om daar dan toch vanuit je gedeelde code mee bezig te kunnen blijven, maken ze dat op deze manier mogelijk. Dus je definieert je interface en dan per platform ga je daar gewoon een uitwerking voor maken. Dus hier definieer je gewoon je klasse op iOS in dit geval. Die overerft natuurlijk van die interface implementeert. En daar ga je dan vervolgens de implementatie maken van de functionaliteit die je wil maken. Wat daarbij heel belangrijk is, is dat je even boven de namespace een klein attribuutje neerzet. Wat in de runtime registreert van hier zit de implementatie van deze interface. Je hoeft alleen maar aan te geven de klasse, want hij kan dat zelf natuurlijk uithalen welke interface dat dan wel niet moet zijn. En binnen jouw gedeelde code kun je die dan vervolgens eruit halen. Door gewoon dependency-service.get te zeggen, aan te roepen welke interface jij graag wil hebben. En dan vervolgens kun je daar jouw methodes gaan aanroepen die je graag wil doen. En kun je daar op die manier gewoon mee doorwerken. En maak je eigenlijk alleen even een uitstapje voor dit naar je platform. En als je daar dan gewoon weer een generiek, mocht daar een resultaat uit terugkomen, zet je daar een generiek object boven, wat gewoon in alle platformen gekend is. Geef je die weer terug en dan kun je fijn vanuit je gedeelde code weer verder werken. Voor controls werkt dat, dat heb ik al genoemd. Heb je die renderers voor. Dus op het hoogste niveau heb je de Xamarin Forms Entry in dit geval. En zij hebben daar dan op ieder platform hun eigen renderer voor geschreven. En dan op iOS vertaalt zich dat dus uiteindelijk naar een UI text field. Die heeft allerlei moeilijke properties. Daar kun je niet gewoon even zeggen punt .text is, maar dan moet je zeggen punt .set title. En dan moet je nog aangeven voor welke state van de button dat dan wel niet is en dat soort zaken. Entry, sorry. Ik was in de war met een button, dus vergeet dit vorige verhaal. Hetzelfde hebben ze dan voor Android en voor Windows. Maar goed, als jij dus wel zegt van ik weet toevallig dat op iOS een bepaalde property beschikbaar is. Of een stukje functionaliteit, of ik wil het toch net iets anders uit laten zien dan dat hun het voor mij renderen. Dan kan dat. Dan kun je een zogenaamde custom renderer maken. Wat eigenlijk gewoon niet meer is dan hun renderer aan de kant schuiven en je eigen implementatie daarvoor maken. Daarvoor is het gebruikelijk om eigenlijk een subclass te maken voor het beoogde control. Hoeft niet. Je kunt het op ieder control, ieder control kun je toepassen. Maar het wordt wel aangeraden om een subclass te maken zodat je het specifiek kunt toepassen voor een bepaalde set. Doe je dat niet, dan geldt het voor alle entries in dit geval. Prima, als dat je beoogde doel is, kan dat. Maar meestal niet wat je wil. Die kun je dan gewoon gebruiken vanuit XAML of vanuit code natuurlijk is het wat makkelijker. Vanuit XAML dan moet je even het stukje namespace importeren. En dan vervolgens kun je die gewoon binnen XAML ook gebruiken. En daarna ga je dan per platform, het beoogde platform, een custom renderer maken. Want het is ook zo, die renderers werken per platform en die registreer je eigenlijk op eenzelfde manier als wat je net zag bij die dependency service. Doe je dat op een bepaald platform niet, ook prima, gebruikt hij daar een normale render. Dus je kunt ook kiezen van voor iOS doe ik wel iets bijzonders en voor Android niet. Dat is allemaal aan jou. Je hoeft dus niet per se per platform alle renderers te gaan vervangen als je dat voor eentje wil gaan doen. Wat daarbij belangrijk is, als je properties wil gaan veranderen en dat soort zaken, kun je naar de on-element changes gaan kijken. Daar gebeurt alle magic eigenlijk, want je overerft, heb ik hier niet bij staan.
Het makkelijkste is dan, oh, die heb ik hier wel, kijk. Zo ziet dan een custom renderer zou eruit kunnen zien. Hier zie je bovenaan weer hetzelfde attribuutje. Daarbij geef je dus op van, nou ja, dit is mijn target control waar deze renderer voor bedoeld is. En deze renderer moet daarvoor geregistreerd worden om gebruikt te gaan worden. Nou ja, dat zal deze klasse dan zijn. En onder onElementChanged, daar worden de controls en de native controls en dat soort dingen worden allemaal geïnstanceerd. Dus hier moet je dan dat gaan ophalen en ja, de properties gaan mappen die je nieuw hebt. Of gaan zetten als je zegt van, nou ja, ik hoef dat niet per se te zetten vanuit mijn XAML of weet ik veel. Dan zet je ze hier gewoon vast in. Het is aan jou. Hier moet je dan natuurlijk wel je iOS of je Java-achtige code, of de vertaling daarvan in C-sharp in ieder geval, gaan schrijven. Dus ja, je zult ook wat verstand moeten gaan krijgen van iOS-libraries en Android-libraries en dat soort zaken. Dat maakt het zoeken overigens wel makkelijker, want je kunt gewoon een Java-foutmelder erin knallen. Kom je op Stack Overflow, copy-paste je weer terug, even een paar hoofdletters erbij en dan komt .comma achteraan en het werkt. Dus dat is fantastisch. Want je ziet voor deze renderer voor Android, ziet er dan net iets anders uit. Wederom in de onElementChanged dat dan wel. Maar ja, de achtergrondkleur zet je dan net even met een Android-achterkleurtje en dat soort dingen. Nou, gelukkig zijn er, omdat er toch best wel een heleboel zaken die je normaal wilt gebruiken ontbreken, zijn er ook al een heleboel plugins voor gemaakt. Onder andere Mr. James Montemagno is daar heel druk mee geweest. Die werkte dan ook bij Xamarin, dus ja, het was een beetje zijn werk. En er zijn gewoon een aantal dingen. Ik kan nog een hele lijst opzommen. Een stukje user settings wil je bijvoorbeeld opslaan. Heeft hij een library voor gemaakt dat je dat heel makkelijk kan doen. Connectivity. Mobiel ga je toch heel vaak kijken van, heeft iemand connectie? Ja, nee. Kan ik daar wat mee? User dialogues. Op het moment dat je MVVM dingen gaat gebruiken. Ja, dan wil je vanuit je page model misschien ook een alert gaan tonen of dat soort dingen. Daar is een service voor. Polly, goed, kijk daar zelf naar, heel mooi exception handling-achtig ding. Fresh MVVM is een frameworkje wat ik vaak gebruik, vult net even, die is speciaal gebouwd voor Xamarin Forms. Vult net even de blanks in die nog missen, zeg maar. Vooral de page model naar page model navigatie, dus je hoeft dan niet meer te navigeren naar een daadwerkelijke pagina, waardoor je alsnog je pagina zou moeten gaan aanpassen of je code moeten gaan aanpassen als er een nieuwe pagina komt. Dus hiermee kun je dat soort dingetjes, die bind ook automatisch je model op basis van naming conventions en dat soort zaken. Property change kan ik sowieso iedereen aanraden, niet alleen voor Xamarin. Die compile time injecteert die een heleboel code om die arbitraire property change code die je iedere keer weer hetzelfde moet schrijven, doet die allemaal voor jou. Goed, en zo nog wat zaken. Als je dit gaat gebruiken voor Xamarin Forms, meestal moet je die dan installeren op zowel je gedeelde library als je platformprojecten. Waarom? Om de simpele reden dat ze ook gewoon werken op de manier van die dependency service. Met de gedeelde library definiëren ze eigenlijk gewoon een aantal interfaces. En per platform hebben ze daar dan de implementatie bij. Dat is de reden dat je die NuGet packages vaak op beide moet installeren. Nou ja, dan komt natuurlijk een beetje de vraag, van wanneer kies ik dan wat? Want je hebt dan traditional Xamarin. Xamarin Forms is geen zin bedoeld om het andere te vervangen, zeg maar. Het is gewoon een aanvulling of een andere manier. En dit is wat zij zelf zeggen op de website xamarin.com/forms. Wanneer ga je dan wat gebruiken? Nou ja, als er dus een custom made applicatie die er fantastisch uit moet zien, of een spelletje of dat soort zaken, dan moet je gewoon traditional kiezen. Xamarin Forms is dan toch een beetje het beste voor mensen die met XAML willen werken en gewoon een simpel data entry applicatietje willen maken en dat soort zaken. Ben ik het niet helemaal mee eens? Helemaal niet eigenlijk. Xamarin Forms biedt je gewoon al een heleboel gedeelde dingen out of the box. Dus daarmee deel je gewoon eigenlijk altijd de meeste code. Op het moment dat je daarvan af wil stappen, als je inderdaad custom UI dingen wil gaan doen, ja, dat kan gewoon. Het is alleen even een andere manier van dat oplossen dan dat je dat gewoon een nieuw schermpje moet maken in iOS of wat dan ook. Om daar even een klein voorbeeldje van te geven. Er is een hele stroming op internet. Een hele stroming is misschien ook wat erin. Steven, die... en nog een handjevol andere mensen die hebben een uitdaging van gemaakt om een aantal bekende UI's na te maken. Ja, in gewoon Xamarin Forms om te laten zien van het kan wel. Dus even een klein testje, welke is welke? Welke is de echte, welke is de namaak? Links is echt. Hand omhoog. Nee.
Nee, dus de rest. Nee, ja. Nou ja, goed. Links is inderdaad echt. Rechts is de nagemaakte variant. Ja, je ziet echt wel een paar kleine details. Maar dat is dan meer omdat ik het inderdaad weet. Maar hier de Instagram Android variant. Door een andere meneer, Adam Petley uit Australië, meen ik. Ja, hier eigenlijk dezelfde manier. Hè, maar ja, goed. De details doen het hem. Maar het zijn echt details. Hè. Hier wat direct een beetje opvalt is het verstuur-icoontje. Ik kon die blijkbaar niet helemaal dezelfde voor vinden. Maar ja, goed, als je deze zonder die dan zou zien, dan zou het je niet opvallen dat het een ander icoontje is, bij wijze van. Dus ja, het is gewoon allemaal mogelijk. En daarmee ben ik eigenlijk klaar met mijn Xamarin Forms promotie. Dus dankjewel allemaal. Mijn boeken zijn te krijgen op Amazon.com. Als je erin geïnteresseerd bent, kijk daarna. Daarnaast ben ik heel druk inderdaad met een stukje bloggen. Ik neem ook wat video's op als ik dan toch de demootjes in elkaar aan het draaien ben. Dus. En mocht je nog vragen hebben, stel ze nu of neem later nog een keer contact op als je s'avonds ineens denkt van, oh ja, dat had ik nog moeten vragen. En voor de rest dank ik jullie hartelijk voor de aandacht. Zijn er nog vragen direct al? Yes. Ja. Oh. Ja. Wat zijn de grootste verschillen tussen XAML met Visual Studio als een voor WPF en dat is vooral in XAML? Niet zo heel veel. Een paar naamgevingen, hè. Volgens mij inderdaad, ook daar is de naamgeving een beetje aangepast op mobiel language, zeg maar. Dus een stack layout heet in WPF een stack panel bijvoorbeeld. En zo zijn er nog een paar verschilletjes. Want als je dus inderdaad WPF gebruikt, dan loop je dus een paar keer te vloeken omdat het net even iets anders heet, maar het wel in zit. Het principe is volledig hetzelfde. Er zijn een paar dingetjes niet ondersteund. Hoewel dat de grootste daarvan was eigenlijk de merge dictionaries. Maar die zitten er tegenwoordig ook in. Als je echt hardcore dingen gaat doen, dan zul je misschien iets tegenkomen wat niet direct ondersteund is. Maar grotendeels zit alles erin. String formats kun je gewoon doen, value converters kun je gewoon aanspreken, dat soort dingen. Verwacht je dat die Xamarin Forms UI, abstract die componenten, dat allemaal heel erg wordt uitgebreid? Leuk dat je het vraagt. Zover denk ik niet. Om de simpele reden dat ze de basis is echt de basis. Ik denk dat ze daar nog wel heel wat aandacht kunnen spenderen voordat ze allerlei controls in de lucht gaan projecteren. Toevallig weet ik dat er inderdaad een aantal vragen gesteld zijn van hey jongens, wanneer gebeurt er iets mee? Het is open source geworden, het staat op GitHub. Je kunt het ook, ze accepteren ook PR's, maar daar reageren ze nog heel erg traag op. Dus er zijn echt een aantal mensen die nu opgestaan zijn, waar ik bij zit, om inderdaad te gaan kijken om die controls een beetje uit te bouwen. En daarbij speelt dus inderdaad ook de vraag van gaan we dan echt nog steeds richten alleen op controls en properties die op alle platformen beschikbaar zijn, ja of nee? Of gaan we ook dingen ondersteunen die dan misschien geen functie hebben op Android, maar wel op iOS? Dat is echt nog opstartende fase, maar daar wordt wel over nagedacht. Dat gezegd hebben, er schiet mij ineens te binnen. Er zijn nog een heleboel functionaliteiten die ik niet heb gehad. Waarvan de eentje is dat ze eigenlijk twee kanten op een stukje embedding hebben. Dus als jij een native Objective-C of whatever appje hebt, dan kun je daar een stukje Xamarin Forms, ja, in embedden. Dan kun je gewoon die library erbij trekken en zeggen, ik wil nu een Xamarin Forms button. En dan rendert hij dat weer netjes voor jou. Zie ik persoonlijk niet direct heel erg het nut van in. Dan kun je een beetje de transitie maken van je traditionele Objective-C app naar Xamarin. Ik zou zeggen, begin dan gewoon opnieuw. Dat gaat waarschijnlijk sneller. De andere kant op is misschien interessanter. Dat je dus een platform-specifiek control kunt embedden in je XAML zelfs. Dus je kunt dan gaat hij die namespaces moet je dan declareren in je XAML bovenin. Maar daar hebben ze dan een tagje bij gemaakt dat hij die alleen meeneemt op het moment dat je op iOS zit of Android zit.
En dan kun je ineens binnen je XAML of binnen je code kun je gewoon ineens de segment control. Hè? Ik weet niet of iemand dat zegt. En een plaatje opzoeken. Of heet het segmented control? Nou ja, dat ding op iOS, die heb je in principe nergens anders. Ze maken hem dan misschien wel na op een zo'n ding. Op een platform generieke manier. Maar deze zou je dus ook gewoon in native iOS kunnen gebruiken. En dan kun je dus ook ineens alle native properties gebruiken. Dus je kunt ook bijvoorbeeld een iOS switchje gaan toevoegen. En dan kun je bijvoorbeeld ook een kleurtje als die uit of aanstaat. Of het kleurtje van als die aanstaat kun je dan veranderen. Daar kun je ineens allemaal bij. En dat control wordt dan alleen gerenderd op het moment dat je op iOS draait, zeg maar. Dus dat is dan op zich ook nog wel een interessant gegeven. Maar ja, goed, dat heeft natuurlijk wel weer allemaal impact op je stukje gedeelde code. En dan moet je ook ineens in je gedeelde code rekening gaan houden met dat zo'n controller wel eens wel of niet kan zijn. Of er anders uitziet of anders werkt of wat dan ook. Maar het kan wel. Dus op die manier is er best een heleboel mogelijk. Je moet soms alleen even anders daarmee omgaan. Goed, omwille van de tijd laten we het daar dan maar bij laten. Mocht je later nog iets binnen schieten. I'm here all night. Pauze wel even. Ja, ben ik zo heftig. Oké, dat is goed.